3 dagen lang fietsen, zwemmen en hardlopen. Dat is het longkors weekend dat ook dit jaar weer in Wesel werd georganiseerd. Vrijdag startte het hier in Drakenrijk met het zwemmen. Wie ging es? Wunderbar. Ist das erste Mal hier und ich würde wiederkommen, wenn es nicht das letzte Mal wäre. Ja. Es war tolles Schwimmen. Welchen Abstand haben Sie geschwommen? Ich habe 1,9 Kilometer gemacht. Wir machen komplett halbe Distanz. Wie war es heute? Super, echt super Veranstaltung, war echt top, kann man echt nichts sagen. Schade, dass ein bisschen wenig Schwimmer da sind, aber mal schauen, morgen beim Radfahren wird vielleicht ein bisschen mehr los sein wie heute. Aber super Veranstaltung, top. Anstrengend, aber top. Sie alle 3 Tage hier? Ja, wir sind alle 3 Tage da, machen Mitteldistanz, ja. Morgen das Fahrradfahren und am Sonntag dann nochmal schön ballern, laufen. Wird spaßig. Ja, hier um 59 Minuten, 19 Sekunden voor Koen van den Bossen. Hoe ging het? Ja, het was wel pittig. Vooral de wind. Het laatste stukje had je hem tegen. Maar ik kon wel aardig tempo vinden, lekker ritme vinden. En dat merkte na de eerste stuk, 2 stukken, dat iemand vlak achter me zat. En in het tempo wat kon pakken op de tegenwind, wist ik een gaatje te slaan. Ja, het was wel even pittig om weer vol te houden. Maar ik kon herstellen op dat stuk met wind mee. Ja, het ging. Het was mooi. En je voelde de concurrentie al een beetje. Ja, ze zaten dan meteen in de eerste stukken. Dus, maar morgen het fietsen. Ik hoop dat ik dan ook zo compenseerde. Lukt het allemaal een beetje? Ja, dat lukt hartstikke goed. De mensen hebben echt een prestatie geleverd. En we hebben ze honger. We willen iets drinken. En we bieden het gewoon heel graag aan. Ja. En u mevrouw? U bent ook tevreden? Ja, ik ben heel tevreden. Vooral de deelnemers zijn tevreden. Hartstikke leuk. En daar gaat het om, hè? Daar gaat het om. Super georganiseerd hier. Ja, het ging eigenlijk wel heel goed. Het was heerlijk water, niet te koud en lekker schoon, dus ja, ging goed. Ja. Welke afstand hadden jullie? Ik had 3,8 kilometer. Ja, dus, het dubbele? Het dubbele van 1,9, ja. Ja. En morgen en overmorgen ook weer? Ja, morgen doe ik de 180 kilometer en zondag de halve marathon. Nog wat voor de boeg. Dit was dus de warming-up? Dit was de warming-up, ja. En die was al vast goed gegaan.